flexibel in je hoofd. Daar gaat het om. Flexibel blijven in je hoofd. Want we zijn op weg naar nieuwe truttigheid. Dat is wat er aan de hand is in Nederland. Want ik had iets verteld over Femke Halsema met pijpen. En hup, dan begint iedereen van... Nou, Harry, zeg, kan het wat minder. Dat is nou zo verschrikkelijk truttig. En ik vertelde iets over mensen met mondkapjes. En ik zeg, god, kijk die ene bolle daar lopen. En het was dan een vrouw. Oh, Harry, dat is gewoon een beetje een onhandige, onverstandige opmerking. Dat is truttig. En ik haat het me werkelijk. Diepe haat heb ik voor truttigheid. Want dat is nou juist waar ik helemaal geen zin in heb. Dan gaan we weer terug naar de jaren 50. Die heb ik nog meegemaakt als kind. Ja, dat alles hoorde, moest zoals het hoorde. Dat vertelde mijn ouders. En dat was alles keurig en netjes en braaf. En hey, gadverdamme. Ik heb geen zin meer in de jaren 50. Want daarna hebben wij ons losgebroken in de jaren 60 met de Beatles en de Stones. En daarna in de jaren 70, toen kon alles. Ja! En toen zaten ze ook allemaal met blote tieten op het strand. Waar zijn die gebleven? Wat is er gebeurd? Ik was een aantal jaren geleden, kwam ik ineens terug op het strand in Nederland. Huh? Niks meer blote tieten! Daar had iemand dus kennelijk op een fluit geblazen. En die had dus gezegd van, dat doen we dus niet meer. Of die vrouwen hebben onder elkaar. Dat is allemaal die truttigheid waar we nu mee te maken hebben. En iedereen vindt dat maar normaal. En die jongeren tegenwoordig, wat denk je daar dan van? Heb je dat gelezen? Die worden alsmaar conservatiever weer. En die doen alleen nog maar huisje, boompje, beestje, trouwe kindjes en dat is het dan. Jongen. En ook nog eens een keertje die gaan allemaal nog in de SGP, in de heren, wordt allemaal EO. Dat, allemaal truttigheid. Televisie, truttigheid. Niks is meer spannend. Niks is meer van, kom op, flexibel in je hoofd. Waar zijn we gebleven, Nederland? Wat is er aan de hand, in godsnaam? Als je wat zegt, dan word je gelijk gecorrigeerd. Ja, dat kan niet. Oh, maar dat kan niet. Iedereen moet weer politiek correct. Babbel de babbel. Gadverdamme. En dat is nou juist truttigheid. Laat elkaar nou los. Laat gaan. En wees, in godsnaam, en jullie ook, volgens van mij, alsjeblieft, wees niet truttig, maar flexibel in je hoofd.